Hartelijk dank, voorzitter. Mijn grootmoeder, die vast trots van boven meekijkt nu, werd bijna een eeuw geleden geboren. Vrouwen mochten toen nog niet stemmen. Als iemand haar toen had verteld dat haar kleindochter slechts 2 generaties later Kamerlid zou zijn en in haar medespeech een lans zou breken voor laagdrempelige toegang tot goed onderwijs voor iedereen. Ik vraag me af of ze het had geloofd. Zij zelf kreeg niet eens de kans haar school af te maken. Dat was namelijk niet nodig voor een meisje. Nee, een boerendochter werd geacht haar tijd beter te besteden. Die dagen zijn in Nederland inmiddels gelukkig voorbij. Maar ook nu nog zijn er helaas jongens en meisjes die drempels tegenkomen op weg naar hun dromen. Sterker nog, als kleine Kirsten had geluisterd naar een aantal mensen die zij tijdens haar schooltijd tegenkwam, dan had ik hier wellicht vandaag niet gestaan. Mensen, meestal mannen overigens, waaronder uitgerekend een decaan, die mij op basis van mijn uiterlijk, geslacht of kledingkeuze in een hokje menen te moeten stoppen. Maar lieverd, meisjes als jij hoeven toch helemaal niet te studeren. Die worden stewardess en die trouwen met een rijke zakenman. Ik zou wiskunde en natuurkunde maar laten vallen als ik jou was. Daar krijg je alleen maar rimpels van. Gymnasium? Daar heb je toch helemaal niets aan later? Waar gebeurt? Achteraf gezien kan ik zeggen dat dit soort stigmatisering een van de redenen is geweest dat ik politiek bewust en later actief ben geworden en terechtkwam bij de PvdA. Want juist dit thema gaat me aan het hart. Ik ben dan ook blij en trots dat ik mij de komende tijd onder meer mag bezighouden met de onderwijsportefeuille. Om ervoor te zorgen dat niemand drempels tegenkomt op weg naar haar of zijn dromen. Of je nou een boerendochter bent, of een blonde bolleboos met een talenknobbel. Of je nou Jamila heet, of Mitchell, of Yassine, of Jantien. Niemand verdient het om onderschat te worden. Want in het onderwijs moeten leerlingen beoordeeld worden op wat ze kunnen, in plaats van wie ze zijn. Dat betekent dat de kwaliteit altijd centraal moet staan en niet de cijfertjes. Daarom strijdt de PvdA tegen doorgeschoten rendementsdenken. Tegen een cultuur waarin leerlingen, docenten en scholen worden afgerekend op toetsresultaten van slechts een beperkt aantal vakken. Niet de cijfers, maar de vooruitgang en ontwikkeling van leerlingen moeten bij onderwijs en dus ook de toetsing centraal staan. En dat is precies de reden dat ik nog een aantal kritische vragen heb bij dit wetsvoorstel. Want, voorzitter, de diagnostische tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs was ooit bedoeld om precies dat te doen. Aan het einde van de onderbouw het niveau van leerlingen te meten om maatwerk te kunnen leveren en om, zoals de staatssecretaris het ooit zo beeldend formuleerde, onder de motorkap te kunnen kijken. Maar deze toets mag geen drempel opwerpen voor gelijke kansen. Want wat toetsen we dan precies? Is alles wat van belang is wel toetsbaar? Kijken we wel genoeg naar alle vaardigheden, zoals creativiteit, empathie en sociale skills? Een toets is bovendien slechts een momentopname en kan ook nog eens worden geoefend. Dus doet zo'n toets dan wel recht aan de observaties van docenten die leerlingen toch dagelijks zien? En los daarvan, hoe valide is zo'n toets eigenlijk? Als gastdocent in het hoger beroepsonderwijs kom ik veel stapelaars tegen. En veel van hen hebben een migratieachtergrond. Prachtig natuurlijk dat deze kanjers na een soms lange omweg alsnog hun weg naar het hoger onderwijs hebben gevonden. Een diepe buiging waard. Want het vergt moed om door te zetten en te laten zien dat je het wel kan, terwijl je daar in een eerder stadium door je meester of juf niet door in staat werd geacht. Maar we moeten, behalve heel erg trots zijn op die kanjers, ons ook ernstig afvragen hoe het toch kan dat de talenten van deze studenten soms pas zo laat tot hun recht komen. Bijvoorbeeld door onderadvisering bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, zoals helaas nog steeds vaak voorkomt. Of op een later moment in de schoolcarrière. Want ook in het voortgezet onderwijs vallen op verschillende momenten besluiten over afstromen, doorstromen of opstromen. Toetsing speelt daarbij vaak een belangrijke rol. De PvdA gelooft in gelijke kansen. Het onderwijs is dé plek waar kinderen, ongeacht wie ze zijn, de kans geboden wordt om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken.
De manier waarop kinderen zich ontwikkelen of het tempo waarin zij leren verschilt van kind tot kind. De een leert snel, de ander langzaam. De een bloeit vroeg, de ander laat. Kan een diagnostische toets docenten helpen om erachter te komen wat leerlingen hebben geleerd en waarmee zij nog moeite hebben? Ja, dat kan. Kan het bespreken van de resultaten van een dergelijke toets bijdragen aan maatwerk in het onderwijs? Jazeker. Maar we moeten tegelijkertijd niet uit het oog verliezen waar het ons allemaal uiteindelijk om te doen was. Namelijk het borgen van gelijke kansen voor alle kinderen. Ik zou dan ook graag de heren Rog en Bisschop willen vragen om ons mee te nemen in wat hun voorstel concreet betekent voor leerlingen. Betekent het wegnemen van de wettelijke basis voor een verplichte diagnostische tussentijdse toets dat verborgen talent onopgemerkt blijft? Of betekent het dat laatbloeiers die zich na de toets manifesteren nu juist de kans krijgen die zij verdienen? Voorzitter, dat is waar we het initiatiefwetsvoorstel dat vandaag voor ligt, waarvoor hartelijk dank, op moeten wegen. Waar het ons uiteindelijk om moet gaan en waar volgens mij alle fracties in deze Kamer aan hechten. Laagdrempelige toegang tot het allerbeste onderwijs. Want net als mijn oma, net als u, net als ik, verdient ieder kind de kans het beste uit zichzelf te halen. Dank u wel. Dank u wel. Ik wil u van harte feliciteren bij deze medespeech. En hierna schors ik weer even de vergadering voor de andere leden. Gefeliciteerd.